Hi, mijn naam is Isabel van Vliet en ik zit in het eerste leerjaar van de Cosmo Academy Haarlem. Ik ben 18 jaar oud en ik ga vandaag op stage naar de Julianenhoeve en ik neem jullie graag mee. Waar ik het meeste naar uitkijk op de Julianenhoeve is de activiteiten die ik kan doen met de kinderen. Mijn doel is daarom ook om gezinnen een geweldige tijd te bezorgen. Goedemorgen, het is vandaag 30 mei. Mei. En dit is Eva. Hoi. En Eva zit op Cosmo Heerenveen en dit is ons hele kleine appartementje. Want wij hebben met z'n tweeën hebben wij een appartementje, want ja, we hebben coronatijden. We hebben ieder onze eigen slaapkamer en onze eigen badkamer met z'n tweeën. Dit is onze kamer, dit is mijn kamer. En Eva heeft precies hetzelfde. En voor ons op de planning staat vandaag knutselen. En het, wat nog meer? En de parade. Oh ja, en de parade, want jij bent een vogel. Dus dat staat voor ons vandaag op de planning, we hebben er zin in. Het is voor ons zo meteen tijd om de parade te lopen en ik zal de typetjes even aan jullie voorstellen. Hoi, ik ben Sterren. Hoi, ik ben Storm. Hoi, ik ben Saartje. En dit is Jurentje. Op de Julianenhoeve zak je lekker door. Tol je in het rond, zet je beste beentje voor. Zwaai je naar je buren, die houden van de zee. De Julianenhoeve, die is echt oké. Oké, ik ben inmiddels ongeveer 2 dagen thuis. We hebben de laatste dag niet zo heel veel gedaan. Ik had de laatste dag wel zwemmen op dienst. En dat houdt in dat je, terwijl de badmeester pauze heeft, dat jij toezicht moet houden op het zwembad. Daarna hebben we opgeruimd en we hebben alleen in de ochtend nog geknutseld. En toen hebben we alles opgeruimd en nog wat activiteiten voorbereid voor de week daarna. En dat was onze dag. We hebben nog gezamenlijk met z'n allen gegeten en ik heb echt een superleuk weekend gehad.